de liefde die Querido ondervonden heeft van het Jordaanvolk bij zijn leven. Het brengt die liefde ook tot uiting na zijn dood. En hiervan ben ik zeker. Had Querido dit mogen aanschouwen, geen hulde zou hem liever en dierbaarder zijn geweest dan deze, omdat geen uiting van liefde zo oprecht, zo spontaan, zo rechtstreeks van het hart uit zou zijn gekomen als deze. Zal deze steen nu onthullen, en ik beschouw het als een voorrecht, de eerste te mogen zijn die aan deze steen plaatst, een krans van herinnering, getuigenis van bewondering en hulde voor den dode, maar den levende Querido. Nee.